Tina. Jammer. Helaas. Mag afscheid nemen. Ja. Dankjewel, lieve Tina. Ja, dankjewel. Ja. Dus, dankjewel. Door het oog van de naald dit heen. Ja. Oh. Jongens, jongens. Ik had Tina echt niet verwacht dat zij naar huis zou gaan. Nee, totaal niet. Zij stond echt op mijn lijstje. Ik ook. Ik heb zeker een kwart op haar ingezet. Ja. Ja, ik ook. Tina moest het spel verlaten en dat was toch wel even schrikken voor ons allemaal. Ik dacht echt dat zij het zou kunnen zijn, dus door het oog van de naald, dat was een beetje mijn gevoel. Hé, maar weer een zwarte vrijstelling. Ja mensen, een zwarte vrijstelling. Zullen we elkaar dieper naar kijken? Vlak voor de test had ze me nog laten zien dat ze een zwarte vrijstelling had. Ze zei, maak je geen zorgen, ik heb een zwarte vrijstelling en die ga ik inzetten. En ze was er zo zeker van dat ze goed zat. Dat ik er eigenlijk een beetje van schrok. Het allerergste is, ik heb haar mijn zwarte vrijstelling laten zien. Als enige van de hele groep heb ik Tina in vertrouwen genomen. Ze heeft toen niet gezegd, nee. Check, ik heb er ook een. Jij, Tina, terwijl ik mijn zwarte vrijstelling ook aan jou heb laten zien. Toen heb jij dus tegen mij gelogen dat jouw kistje dicht zat. Vertrouw niemand. Vertrouw niemand. Maar dan weet je hoe dat voelt, Leonie. Ja. Nu weet ik hoe jullie je voelden. Ja, ik zeg het maar. Wauw. Heeft ze goed gespeeld? Ja, echt.